is science fiction? Over de vraag wat science fiction is, er zijn enorme discussies over. Dat was ook nieuw voor mij, relatief, maar er is enorm veel over geschreven. Science fiction gaat in ieder geval altijd over werelden die nog of die niet bestaan. Neem bijvoorbeeld een universum in de verre toekomst, waarin spinnen door een ongeluk een menselijke intelligentie krijgen en een wonderlijke en betere wereld opbouwen met allemaal machines die runnen op mieren en communicatie via tastdraden bijvoorbeeld. In de fantastische Kinderen van de Tijd boekenreeks van Adrian Tchaikovsky, volgens de Volkskrant het beste science fiction boek van de afgelopen 10 jaar. Of neem bijvoorbeeld een ander voorbeeld, een veel slechtere wereld, waarin bepaalde tendensen die we nu al in onze samenleving zien, waarin die enorm vergroot worden. Zoals Orwell's 1984. Waarin de staat op allerlei manieren met je meekijkt en ook de basis over je gedachten. Nou, de belangrijkste theoreticus over science fiction vanuit de jaren 70, Darko Soufin, wat ik trouwens een hele goede sci-fi naam vind, maar dat is terzijde, was ook een Marxist. En volgens Darko Soufin kenmerkt echte science fiction zich ten eerste door cognitieve vervreemding. Dus dat betekent dat de wereld moet anders zijn of anders ervaren worden door de lezer of de kijker dan zijn of haar eigen wereld. En anders wel op een manier die theoretisch en wetenschappelijk benaderd kan worden. En daardoor kan men beter reflecteren op de eigen samenleving. Nou, ten tweede is er volgens hem belangrijk het novum. Dus dat, denk aan tijdreizen, aliens, hyperintelligente robots, telepathie. En dat novum is de sleutel van het verhaal. En dat novum, of dat nieuwe, is uiteindelijk volgens Soufin in essentie een manier om, vaak via een flinke omweg, commentaar te geven op de samenleving waarin de schrijver leeft. Volgens de linkse sci-fi schrijver Kim Stanley Robinson is science fiction het realisme van onze tijd. Hij zegt, het is de juiste vorm voor de inhoud, zoals het toneelstuk dat was voor het Engeland van de 16e eeuw. Nou, in hoofdlijnen, en ik ga er heel kort doorheen, in hoofdlijnen zijn de meeste theoretici erover eens dat de voorlopers van de science fiction, dat die voor het eerst opkomen na de reformatie van de 16e eeuw. Want het christelijke mythos, zoals dat er was in de westerse wereld, dat valt voor een deel weg en wordt vervangen door allerlei ideeën uit de verlichting. Dan ontstaan er allemaal nieuwe ideeën over andere samenleving, de utopie, hè, dat boek wordt ook geschreven. En dan met de echte opkomst van de wetenschap en de fictieboeken, ook belangrijk, ontstaat er de echte science fiction. Nou, een van de eerste en nog steeds zeer belangrijke echte science fiction verhalen is Mary Wollstonecraft Shelley's Frankenstein. Mary was op een retreat met een aantal andere beroemde schrijvers in Zwitserland in 1816. En ze deden een wedstrijdje wie het engste horrorverhaal kon schrijven. En door een vulkaanuitbarsting aan helemaal aan de andere kant van de wereld, eerder dat jaar, was het het meest donkere en druilerige jaar dat ze ooit mee hadden gemaakt. Het jaar ging ook de geschiedenis in als de zonloze zomer in Europa. Nou, Mary had bovendien kennis gemaakt met tentoonstellingen over alle nieuwe mogelijkheden van elektriciteit. En haar verhaal over een wetenschapper die met elektriciteit een wezen tot leven brengt en er daarna heel veel spijt van heeft, dat won de wedstrijd en is nog steeds wereldberoemd. En het verhaal is echt fascinerend. Want het gaat over de menselijkheid van het monster. En over zijn hele menselijke verlangens. En over de onmenselijkheid en de hardheid van de samenleving die hem niet wil. En het gaat ook over de ethische kwestie van de wetenschap natuurlijk ook. En natuurlijk over de wraak waartoe het monster uiteindelijk besluit over te gaan. Het is interessant en even belangrijk om te noemen nog dat tussen Frankenstein en de opkomst, zou ik hem gewoon maar weg doen? Anders is het echt een beetje irritant, hè? Ja, oké, om hem weg te doen? Ja. Dus het is interessant te noemen, tussen Frankenstein en de opkomst van de commerciële science fiction begin 20e eeuw, er honderden vrouwelijke science fiction schrijvers geweest zijn, die echt pionieren, vooral in de 19e eeuw. En veel van hun ideeën zijn daarna overgenomen door mannelijke schrijvers van de 20e eeuw. Nou, er volgden verschillende golven van science fiction. Van de klassieke, tot de pulp, tot de hard science fiction, tot de cyberpunk. Allemaal samenhangend met de tijd waaruit ze voortkwamen. En dat zie je bijvoorbeeld in de hard sci-fi. En dat zijn verhalen waarin dicht op de wetenschap gezeten worden. Vol vertrouwen in de natuurkunde, de geologie en de techniek. Dus de schrijvers Asimov,
Heinlein en Arthur C. Clarke zijn de grote schrijversnamen uit deze stroming die grofweg vanaf de jaren 40 ongeveer opneemt. En die verhalen gaan ook over de ruimtevaart, over kolonisatie. En ze gaan over witte, mannelijke ingenieurs die de waarheden komen brengen in andere culturen. Waarbij die nieuwe culturen overigens bijna altijd vijandig of negatief tegenover de goede mensheid staan. De tegenbeweging die daartegen opkwam, eind jaren 60, die is ook heel interessant, maar daar kom ik later nog op terug. Nou, een bijzondere tak van de ruimtereisverhalen die komt natuurlijk van Star Trek, met al haar gebreken, geen tijd voor, maar dat vindt plaats in een postkapitalistische samenleving, een postkapitalistische toekomst zonder schaarste, waar volgens kapitein Jean-Luc Picard, "The acquisition of wealth is no longer the driving force in our lives. We work to better ourselves and the rest of humanity." Dus science fiction met het denken over andere werelden, andere samenlevingen, over wat ons tot mensen maakt, met een materiële en een filosofische benadering van de werkelijkheid, met daarbij de inzet van de wetenschap voor het goede of het kwade, heeft logischerwijs ook altijd veel overlap gehad met gedachten over socialisme en over communisme. Maar, wat is dan fantasy? Nou, volgens die theoreticus Suvin, die ik net noemde, is fantasy niets meer dan, en ik citeer, proto-fascist revulsion against modern civilization and materialist rationalization. It's just a subgenre of mystification. Nou, dat is een hele zure blik van Suvin. En ik denk ook niet helemaal waar. Maar de kern van waarom hij er zo moeite mee had, is dat bij fantasy, in tegenstelling tot science fiction, wordt het wonderlijke niet verklaard of ingekaderd, of het zit niet in een systeem, maar het lijkt magisch en mystiek. Het gaat om verhalen met fantasie-elementen erin. He, met wonderlijke wezens, magie of superkrachten. En die zijn natuurlijk zo oud als de mensheid. Denk aan de verhalen van Beowulf, die het opnam tegen het monster Grendel in het 10e eeuwse gedicht. Denk aan de Azteekse Nahuals, de mensen die in dieren konden veranderen. De verhalen over de spin Anansi, die de tot slaaf gemaakte meebrachten naar de nieuwe wereld. Tot alle magie, tovenaars en verschillende goden in bijvoorbeeld een boek als de Bijbel. En ook de verhalen over vampiers, draken, trollen en andere monsters zijn eeuwen en eeuwen oud. En ook Marx gebruikte spoken en vampieren op een hele goede manier in zijn boek. Dus de grens tussen fantasy en science fiction die is best wel diffuus. Hè? Als het gaat over technieken die wetenschappelijk nooit zouden kunnen, zoals bepaalde types hyperdrives, geen vraag over stellen, of er naast ruimteschepen ook ridders met lichtzwaarden rondlopen die de force kunnen gebruiken, ja, is zo'n verhaal dan fantasy of science fiction of is het allebei? China Neville, een Britse marxist en een van de allerbeste science fiction en fantasy schrijvers die er is, vind ik zelf, die geeft een definitie van fantasy, horror en science fiction gezamenlijk. En hij zegt dat het in deze genres niet per se over wetenschap gaat, maar dat het moet gaan over iets onmogelijks. Of het nou nu nog niet mogelijk is, of dat het nooit mogelijk zal zijn, om dat onmogelijke vervolgens te pakken en het eigen wetten en systematiek te geven. Nou, zijn boeken, zijn Perdido Street Station is het bekendst, die zitten altijd bewust ook op dat raakvlak tussen fantasy, horror en science fiction. Er zitten bijna altijd rare monsters in, nieuwe natuurkundige wetten of andere rare wetenschappelijke werkelijkheden. Maar er zitten ook vakbonden in, prostitutie en spanning rond klassen en machtsverhouding. En Neville heeft ook kritiek op de manier waarop sommige science fiction theoretici fantasy nogal afzeiken en hard sci-fi juist de hemel in pleiten. Want hij zegt ook, de versie van de harde wetenschap die opgehemeld wordt, is een hele kapitalistische. He, waarbij we inmiddels weten dat dit soort harde wetenschap in het echt juist vaak voor slechte doeleinden is gebruikt, van de wereldoorlogen tot de atoombom aan toe. Nou, ik persoonlijk hecht ook veel minder waarde aan het verschil tussen science fiction en fantasy. En ook ik denk dat je in beide genres hele progressieve en hele conservatieve ideeën terug kunt laten komen. Dus ik pak de genres voor de rest van het praatje ook lekker gemakkelijk samen. Er is ook een groep die kritisch gekant is tegen überhaupt het gebruik van de term genres als we het hebben over science fiction en fantasy. Zij zeggen dat genres of genrificatie voortkomen uit de kapitalistische, commerciële blik om meer producten te kunnen verkopen. En een voorbeeld dat veel genoemd wordt is het epische en profetische cyberpunk boek Neuromancer, door William Gibson uit 1984.
Neuromancer was zo origineel met beschrijvingen van wonderlijke fenomenen als cyberspace, waar ook het eerste woord werd genoemd, hacking en de Matrix. En het was zo jaren 80 met het drugsgebruik en de uitzichtloosheid erin. En het boek is ook nog eens een kritiek op de essentie van het dan net opkomende neoliberalisme. Dus je kunt dat boek zien als de grondlegger van het genre cyberpunk dat erna komt, tot het computerspelletje zou toe. Maar je kunt ook zeggen dat Neuromancer een uniek werk is. Kunst. En dat bijna alle cyberpunk die erna komt, als genre, probeert mee te liften op een briljant nieuw idee en het probeert uit te melken in plaats van met iets nieuws en origineels te komen. Ik denk zelf overigens dat het wel iets genuanceerder is en dat er veel meer overlap is tussen briljante eerste werken en allemaal commerciële opvolgers. Maar ik wilde toch het kritiekpunt even noemen, want het is wel echt zo dat er natuurlijk enorm veel science fiction en fantasy rotzooi wordt gemaakt, die puur in de markt wordt gezet om geld te verdienen. Ik noem een Rebel Moon 2, die is te goed. Over het toekomstbeeld van Neuromancer, hè, zo zien wij er inmiddels allemaal uit natuurlijk. Dat is geen van de alright, verhalen die voortkomen uit de echte wereld. Wij groeien op in het kapitalisme. Dus onze dromen, onze fantasieën en onze utopieën worden voor een heel groot deel begrensd door de materiële omstandigheden waarin we opgroeien. Want, zoals Karl Marx het zegt, het is niet het bewustzijn van de mensen dat hun bestaan bepaalt, maar omgekeerd hun maatschappelijke bestaan dat hun bewustzijn bepaalt. Dus de producten van onze geest, de toekomstvisies van de science fiction en de magische werelden van fantasy, komen dan ook voort uit de wereld en de tijd waarin ze geschreven zijn. Ze zijn een reflectie van of een kritische reflectie op. Neem de wereld van Harry Potter bijvoorbeeld. Een droom voor hoogopgeleide liberalen. Want als jij maar goed genoeg je best doet op je elite school en je al je huiswerk af hebt, dan kun je een letterlijke superheld worden en alle hoge posten in de samenleving bekleden. Er is niks institutioneels mis in de protwereld, want het systeem aan zich klopt. De ministeries, de tovenaarspolitie, de baas van de school. Het gaat eigenlijk alleen maar mis als er een heel erg verkeerd persoon op die plek zit. Er is geen klassenstrijd, er is geen glazen plafond. En in die wereld, hè, wat doe je dan in die perfecte wereld waarin je de superkrachten van magie hebt? Ga je armoede uit de wereld helpen? Ga je kinderen met kanker genezen, wat je kan? Nee, het doel van de overheid in de Potterwereld is om alle magie geheim te houden. Want, al dus de halfreus Hagrid in boek 1, anders everyone be wanting magic solutions to their problems. De meest anti-autoritaire figuren uit het boek, de Wemelbroertjes, die kiezen ervoor, in plaats van alles wat je zou denken, oké, nu gaan ze de wereld op hun kop zetten, die gaan een snoep-imperium opzetten. Net als de tech wizards in Silicon Valley uiteindelijk alleen maar gaan voor geld verdienen en lol maken. Want de wereldproblemen helpen oplossen is niet iets wat wizards doen. Of ze nou tovenaars zijn of techies. Nou, dan begin ik natuurlijk nog niet eens over de slavernij van de huiselfen, of over de transhaat van de auteur. Even tussendoor, ik ga het straks nog wel een keertje zeggen. Ik heb heel veel kritiek op allemaal dit soort werken. Maar ze hebben natuurlijk ook hun waarde. Want ik kan me enorm goed voorstellen dat het heerlijk is voor kinderen en volwassenen om in die Potterwereld te duiken. Het is ook gaaf dat zo'n nerd zo sterk kan worden en dat vriendschap sterker is dan alles. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel goed te beseffen, denk ik, wat dit werk ook wel en wat het niet zegt over de wereld waarin we leven. Want soms zegt een werk dat heel expliciet en soms heel impliciet. Maar alles is politiek. En ook als je niet bewust in je verhaal meeneemt, zullen je denkbeelden vanuit de materiële werkelijkheid en je bewustzijn dat daaruit voortkomt, terugkomen in je verhaal. Nou, een heel expliciet voorbeeld is War of the Worlds, een boek van H.G. Wells uit 1897. Het boek heeft talloze verwerkingen in allerlei soorten media gehad, waaronder hele beroemde hoorspelen. En het gaat over een aanval vanuit Mars. Hè? En het hoorspel uit 1938 is mede heel beroemd geworden, omdat de mensen naar de radio zaten te luisteren en er enorm paniek uitbracht, omdat ze dachten dat er echt een invasie vanuit Mars aan de gang was. Maar dat boek, War of the Worlds, gaat in essentie over imperialisme en kolonialisme. H.G. Wells wil de witte toehoorder het gevoel geven wat imperialisme en kolonialisme anderen heeft aangedaan. En dat is niet mijn interpretatie als kritisch marxist. Het staat letterlijk in het eerste hoofdstuk. En Wells schrijft, voordat we te hard zouden oordelen over de Martianen,
moeten we nadenken over welke meedogenloosheid en volledige vernietiging onze eigen soort heeft gebracht. Niet alleen richting de bison en de dodo, maar ook richting bijvoorbeeld de inheemse Tasmaniërs, die in 50 jaar volledig weggevaagd zijn door de Europese beschaving. H.P. Lovecraft dan, die de meeste van zijn verhalen in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw schreef, is de absolute meester van de horror. De vader van de Lovecraftian horror en van de Cthulhu-mythos. En hij is geweldig in het creëren van een naargeestige sfeer en het overbrengen van angsten en monsters op een manier die maar heel weinig evenaart. En Lovecraft was in zijn latere leven weliswaar socialist, maar hij was ook absoluut een smerige racist. En dat zit heel duidelijk in zijn boeken verwerkt. Naast het racisme dat je sowieso uit boeken uit de jaren 30 tegenkomt, en het seksisme overigens, gebruikt Lovecraft ook thema's als het tegengaan van rassenvermenging, want dat leidt tot gruwelijke monsters. En bevrijden tot slaafgemaakt, want die brengen niets dan chaos. Dat verwerkt hij in zijn verhaal. Wat heel tof geprobeerd is daarom, is Lovecraft Country van HBO uit 2020. Waarin de hoofdrolspelers juist zwarte Amerikanen zijn en zij in de tijd van de segregatie. En zij ervaren zowel de Lovecraft-gruwelen, die heel mooi terugkomen, als de daadwerkelijke gruwelen van de witte haat uit de jaren 50. Nou, toch nog die horror en fantasy van Lovecraft, die zo goed en vernieuwend is en die we dus ook kunnen hergebruiken op een goede manier, die kun je niet loszien van de absolute gruwelen die de Eerste Wereldoorlog de mensheid heeft gebracht. Lovecraft geeft scherp weer hoe mensen geestelijk kapot kunnen gaan van angst. En de dreiging van de aankomende doem is een vast element in al zijn boeken. Tolkien heeft de gruwelen en de vernietiging van de Eerste Wereldoorlog zelf meegemaakt als soldaat. En dat is ook direct terug te zien in zijn thema's van de machinale vernietiging versus de puurheid van de natuur. Dus de Lord of the Rings boeken zijn op dat punt ergens ook progressief en zelfs milieubewust. Op andere vlakken zijn de Hobbit en alle opvolgende boeken natuurlijk diep conservatief en heel problematisch. Opnieuw weer even, hè. Persoonlijk vind ik die boeken en vooral die wereld van Tolkien echt geweldig. De taal, de steden, de avonturen. Maar elke keer dat ik de boeken weer lees, maar helemaal de films al kijk, dan bekruipt het kernprobleem van die verhalen me. Tolkien schetst een wereld die extreem feodaal is, waar geweld verheerlijk wordt, waar vrouwen amper een rol spelen, waar het zuiverste ras de hoogblonde Ariër elven zijn en waar alle zwarte mensen automatisch meevechten met de orken en met Sauron. Alleen mensen van adel kunnen echt een verschil maken, want alles draait uiteindelijk om het herstel van de feodale orde, het terugbrengen van de wereld zoals die hoort te zijn, oftewel the return of the king. Dus fantasy en science fiction kan dus ook gebruikt worden om ons gerust te stellen en de status quo juist niet te bevragen. Want Tolkien's fantasy is dan ook meer dan enkel escapistische fantasy. Het is fantasy die jou vertelt dat het behouden van de oude orde en waarde het allerbelangrijkste is. Zet je niet in voor nieuwigheden als mensenrechten, vrouwenrechten, dat soort nieuwigheid. Maar meld je aan als soldaat om jouw vaderland te verdedigen en moedig, maar eervol, te sterven voor de glorie van jouw koning. Een ander escapistisch verhaal kwam van George Lucas, de regisseur en schrijver van de eerste drie Star Wars films. Yes. Hij wilde mensen ook laten ontsnappen aan de ingewikkelde politiek van de jaren 70 en dit door ze weer een heel expliciet sprookje te bieden. Van goed en echt slecht, van ridders met lichtzwaarden en prinsessen die gered moeten gaan worden. Maar zijn films gaan ook over rebellie. En ze zijn een stuk minder conservatief dan The Lord of the Rings. Er zijn nog steeds een heleboel issues met Star Wars. Tempting, tempting, stop. De Star Wars wereld is echter ook heel erg geweldig. En dat je ook een heel goed verhaal kunt brengen in die wereld over verzet. En welke offers dat altijd meebrengt voor hen die in verzet komen. En de mensen om hen heen. En hoe fascisme ontstaat en hoe het werkt. Is te zien in het werkelijk schitterende Andor uit 2022. Laten we even naar de teaser trailer kijken daarvan als dit werkt.
doesn't satisfy me. They're everywhere. They're watching me now. Soon enough, these days will end. There will be no rules going forward. That's what a reckoning sounds like. Oké. Dus kijk hoe opvallend als je hier naar kijkt en ook zeker vergelijk met heel veel oudere Star Wars, hè, hoeveel mensen van kleur je ziet, hoeveel mensen uit de arbeidersklasse, hoe gefocust het op de arbeidersklasse is. En hier zijn het dus niet de magische Jedi die de wereld komen redden, maar echte rebellen, antifascisten en partizanen. Alright, we moeten natuurlijk nog even stilstaan bij superhelden. Het is natuurlijk een bizar populair subgenre dat hoofdzakelijk voortkomt uit van de klassieke Amerikaanse superhelden van bijvoorbeeld Superman uit 1939, Captain America uit 1940 tot Spider-Man uit 1962. De meeste Amerikaanse superhelden zijn de essentie van het pure kapitalistische individualisme, de ideologie van de VS. Met een fascistoïde tintje vaak ook. Het slagen of het falen hangt samen met jouw eigen kracht, volledig los van de rest van de samenleving. Het mannelijk lichaam wordt opgehemeld, symboliek en echte held. Het collectief, verkiezingen, vrije pers, vakbonden, dat doet er allemaal niet toe. Elk probleem, hoe groot ook, wordt uiteindelijk alleen maar opgelost in een vuistgevecht tussen twee of meerdere spierbundels. Zij zullen de toekomst van de wereld voor ons wel eens even gaan bepalen. Footnote, alle Marvel-fans. Dus als je geen superkracht hebt gekregen, dan kun je bovendien alsnog gevierd worden, omdat jij als multimiljonair een superpak kunt kopen. Bruce Wayne, die met zijn industrie deels verantwoordelijk is voor de armoede in Gotham, gaat als Batman natuurlijk niet aan de slag om systematische ongelijkheid op te lossen. Ha, nee, hij pakt tasjesdieven en straatrovers aan. En hij heeft daarbij lak aan alle beginselen van de rechtsstaat en de mensenrechten, want hij is de duistere wreker. Er is een leuk liedje over. Daartegenover zetten de briljante Alan Moore in 1987 The Watchmen. Een van de beste strips sowieso ooit gemaakt. Waarin hij een wereld opbouwt met superhelden, maar met de wat-als-vraag, stel dat die voor de regering en de reactionaire krachten zouden werken. Zo helpen ze Nixon aan een overwinning in de Vietnamoorlog met alle gevolgen van die. Ook heel interessant, daarnaast zijn de X-Men. Die zijn natuurlijk reuze boeiend. Want daar krijgt een heel deel van de bevolking krijgt superkrachten omdat ze mutant worden. En de rest van de samenleving, en vooral ook de heersende klasse, die gaat daar niet zo heel fijn mee om. En die strips uit de jaren 60, die laten ook nog eens een keer de politieke richtingen uit die tijd zien. Professor Xavier kiest voor verzoening, à la Martin Luther King, terwijl Magneto, die de concentratiekampen heeft overleefd, à la Malcolm X, kiest voor bevrijding by any means necessary. Alright. Dan wil ik nu kort ingaan nog op klassefeminisme en antiracisme in science fiction en fantasy. Klasse. Nou, in veel science fiction en fantasy wordt er niet heel kritisch naar klassen gekeken. En vooral veel fantasy gaat uit van prinsen, prinsessen, koningen en keizers, zonder hun posities van onderdrukking en uitbuiting echt te problematiseren. Ook in het geweldige Dune bijvoorbeeld, het boek van Frank Herbert uit 1965, onlangs een heel mooi film tweemaal. Ook dat boek gaat in essentie, het gaat over ecologie, het gaat over verzet, over religie. Maar we krijgen zo goed als alleen maar perspectief van de allerhoogste adel. Game of Thrones, de boeken van George R. R. Martin en de hele beroemde televisieserie, daar draait het ook zo goed als alleen om adellijke huizen. En de zogenaamde goddelijke recht van koningen en het ophemelen van de autoriteit en de macht die dit soort tuig vindt dat ze over gewone mensen mogen uitoefenen. Deze foto vond ik wel heel leuk. Je hebt de echte Royals. Kijk hoe hebberig ze naar die troon kijken.
In science fiction is er veel meer ruimte voor gewone mensen, maar meestal gaat het, zoals ik al zei, zeker in die oude hard sci-fi, over geleerde witte mannen en dan met name ingenieurs. Nou, Ursula Le Guin, een van de allerbeste politieke fantasy- en sci-fi auteurs, liet vanaf de jaren 60 een radicaal ander geluid horen. Haar sci-fi en haar fantasy gaat over gender, het gaat over uitsluiting, over ecologie, het gaat over de verwoesting die het kolonialisme met zich meebrengt. Het gaat over veel meer. In haar, vind ik, briljantste boek De Ontheemde, The Dispossessed, uit 1985, beschrijft ze een kolonie op een maan die al 170 jaar volledig anarchistisch gerund wordt. De mensen daar zijn de nazaten van de opstandelingen van een grote planeet die, na een staakt het vuren, allemaal vertrokken zijn en een nieuwe samenleving hebben geprobeerd op te zetten op die maan. Het is heel zwaar, maar het is heel egalitair. Genderverschillen, klassenverschillen doen er niet mee. Maar de hoofdpersoon van het boek is een briljante wiskundige die vanwege zijn kennis uitgenodigd wordt op de oude planeet, het hyperkapitalistische Oeras. En we lezen door zijn ogen hoe hij aankijkt tegen de manier waarop er op deze rijke wereld met gender, producten en ook met elkaar omgegaan wordt. En dat is natuurlijk een prachtige blik om op die manier op onze wereld te richten. Nou, een andere breuk met die traditie van ouderwetse sci-fi reizen was een film die om allerlei andere redenen mega vernieuwd was. Alien uit 1979 van Ridley Scott. De toevoeging van kunstenaar H.R. Giger, die de aliens ontwierp, het idee dat ze eieren leggen in je buik, alle verwijzingen naar seksualiteit, de claustrofobische scènes in het schip en de hoofdrol natuurlijk voor Ripley, de stoere vrouw. Maar Alien was ook een van de eerste films in de ruimte die over gewone arbeiders gaat. De openingsscène, kijk hem nog eens als je niet is opgevallen, gaat over discussie over loonsverhoging in een gewoon moest commercieel vrachtschip. Een goed voorbeeld van films waarin klasse en de massa's een onderdeel spelen is de zombiefilm. En dat is dan direct ook een van mijn lievelingsmonsters. De zombie werd voorheen in de jaren 30 en daarvoor vooral opgevoerd als een symbool voor slavernij en voor hypnose. Maar eigenlijk het hele genre dat we nu kennen, alle films, alle series, is allemaal voortgekomen uit deze film, The Night of the Living Dead, uit 1969, en de vervolgfilms daarop van de legendarische filmmaker George A. Romero. Deze film is om heel veel redenen uniek. Maar het is vooral ook uniek omdat het de eerste was met een zwarte man, Dwayne Jones, als gewone man. Hij is een hoofdrolspeler en hij is niet een stereotype. Het is ook een bijzondere film omdat de vrouwelijke zombies net zo gewelddadig zijn als de mannelijke en omdat vrouwen helemaal niet geseksualiseerd worden. Maar in de film is de angst voor de zombies en de massa's een reflectie van de angst van de middenklasse voor de protestbewegingen van de jaren 60. Het kerngezin in dat huis dat letterlijk bestookt wordt door de massa's die het uit elkaar willen trekken. In de vervolgfilm, The Dawn of the Dead uit 1979, een hele goede remake uit 2004, staan de zombies juist voor de willoze consumenten. En de film speelt zich af in een supermarkt. En zelfs na hun dood wordt de massa er om onverklaarbare redenen nog steeds door aangetrokken. Nou, wat je met zombieverhalen en andere post-apocalyptische verhalen goed kunt doen, is iets vertellen over de samenleving. Want deze verhalen stellen ook de vraag van, ja, wat is de staat? Wat is de samenleving? Wat is de menselijke aard? Blijft de overheid overeind staan en een nuttige rol vervullen, zoals uiteindelijk in het prachtige 28 Days Later? Of vervalt alles in chaos en denkt de heersende klasse alleen aan zichzelf, zoals in bijna alle andere zombiefilms? De beste allegorie van een klassensamenleving in dat kader is Snowpiercer. Het is een Franse strip waar een film en een serie van gemaakt zijn. En vooral de film uit 2013 van de Koreaanse filmmaker Bong Joon-ho is briljant. Als je een beetje tegen geweld en splatter kan. De hele mensheid is weggevaagd door een intense kou vanuit klimaatverandering. En alleen de inzittenden van één hele lange trein die rondjes om de wereld rijdt, die leven nog. En die trein is van achter tot voor een volledige klassenmaatschappij in het klein. Met de rijken voorin, met alle privileges en heel veel ruimte en de staat die daar op hem heen draait. En dan
Nou, en dan middenklasse nog op. En dan komen de kaartlozen achter in de trein. Die komen op straat. Fantastisch. Goed. Om nog even bij postapocalyptisch te blijven. De Mad Max films van George Miller, de eerste uit 1979, zijn voor de postapocalyptische fantasy wat Tolkien voor de middeleeuwse fantasy is. Het is een unieke sfeer met droge woestijnen, punkers, cultisten, olie als drijfveer voor alles en een cutthroat wereld waar je ingezogen wordt. De eerste drie Mad Max films, hoe gaaf ook, waren behoorlijk macho en vanuit mannelijk perspectief verteld. En Miller heeft daarvan geleerd en hij wilde het echt beter. Hij nam de beste elementen uit zijn eerste drie films en hij maakte een vier, Fury Road uit 2015. Hij heeft een heel team aan feministen en genderacademici ingehuurd die meedachten en het resultaat is en kick-ass, en een meesterwerk, en feministisch. Er is sowieso een veel langere traditie natuurlijk van feministische science fiction en fantasy. Ursula Le Guin, die ik al eerder noemde, die schreef in 1969 De Linkerhand van het Duister. Dat wordt gezien als het eerste echte feministische science fiction boek. Het boek gaat over een gezant van een federatie van planeten die landt op een planeet waar geen genderverschillen zijn. De mensen zijn ambiseksueel. De inwoners krijgen één keer per maand willekeurige geslachtsorganen en hebben dan gemeenschap met elkaar in de privé settings. En deze gazant die loopt daar rond met hele duidelijke geslachtskenmerken. En dat hij dat doet buiten deze momenten vinden ze maar heel vreemd. En dat boek is onder andere een geweldige reflectie op hoe bepalend gender wel niet is in onze samenleving en hoe onzinnig dat eigenlijk is. Een andere feministische klassieker is natuurlijk The Handmaid's Tale van Margaret Atwood uit 1985. Waarin vrouwen in een wereld waarin de mens veel minder vruchtbaar is, als vee en tot slaafgemaakte uitgebuit worden door een fundamentalistische christelijke staat. Heel profetisch. Het doet ook heel erg denken aan wat vrouwen in bijvoorbeeld Afghanistan natuurlijk nu moeten meemaken. En ergens is dat ook heel vreemd en een beetje pijnlijk dat voornamelijk witte mensen boeken maken waarin ze iets dat mensen van kleur meemaken op een witte wereld plakken om witte mensen te laten voelen, oh, hoe erg die onderdrukking wel niet is. Maar goed, het erg is, het werkt wel. De Handmaid's Tale werd ook veel gebruikt als symbool voor verzet tegen het opkomende Trumpisme. Antiracisme dan. Nou, er zijn enorm veel goede science fiction werken over racisme en antiracisme, maar vanwege het tijdsgebrek, gegeven naar een afronding toe, ga ik bij één auteur stilstaan. Want er is gelukkig een opleving van het werk van de fantastische Octavia E. Butler. Zij is een science fiction schrijver die in 2006 overleed. En vaak wordt er aan haar gerefereerd als een zwarte Afro-Amerikaanse science fiction schrijver en wordt haar werk zelf eigenlijk veel minder besproken. Alsof het bijzonder is dat ook zwarte schrijvers zijn in de science fiction. Maar haar werk is echt heel exceptioneel en heel bijzonder. En iedereen zou het moeten lezen. Echt. Butler die kwam uit een arbeidsklasseachtergrond. Haar moeder maakte onder andere schoon bij rijke witte mensen en ze was altijd al heel politiek. En ze wilde mensen laten nadenken over macht, over onderdrukking en vooral over het verlies van zeggenschap over je eigen lichaam. En haar boeken zijn zo uniek ook omdat ze diep humanistisch zijn. Antiracistisch en heel empathisch, pijnlijk empathisch. Haar hoofdpersonen, bijna altijd zwarte vrouwen, zijn zo onvoorstelbaar invoelbaar. Nou, in Kindred bijvoorbeeld uit 1979 is haar bekendste. En het gaat over een jongere vrouw in het heden, 1979 goed, hè, in het nu, die vanuit haar appartement ineens op een plantage in 1815 terechtkomt. En ze moet als zwarte vrouw, ineens tot slaaf gemaakt, moet ze daar overleven. En ze valt elke keer weer terug in haar tijd en in het verleden. En het boek gaat over autonomie, macht, menselijkheid, geweld en wat racisme nou echt met mensen doet. Zowel zwart als wit. Zowel met de mensen in die tijd, maar ook wat deze ervaringen doen met de hoofdrolspeelster en haar witte man, die af en toe ook door de tijd valt, en met hen als stel. Het is zo goed geschreven dat ik ook als witte man denk dat ik een glimp kan krijgen van hoe het voelt om zwart te zijn in die tijd en welke dehumanisatie en othering daarbij komt kijken. Langzaam naar een afronding toe.
Net als in alle genres zijn er hele slechte en hele goede kunstwerken. Hè? Of je nou van een film of een, of je van een film of serie kunt genieten, of het je kan helpen om weg te dromen van je werk, dat zijn allemaal hele belangrijke elementen om iets te kunnen waarderen. Maar ik denk dat science fiction en fantasy ons meer kunnen bieden. Een spiegel op onze huidige wereld en een toekomstvisie op een veel betere of een veel slechtere. Een visie die ons kan helpen te begrijpen in welke wereld en welk systeem we nu leven en naar wat voor wereld we eigenlijk toe zouden. Nou, er zijn een heleboel dingen die ik niet heb besproken, maar ik heb mezelf staan af te sluiten toch nog een paar tips. Dus ik geef nog even mijn toptips en dan sluit ik. Nou, als eerste een boek. Het boek Het Vijfde Seizoen van N.K. Jemisin. Auteur N.K. Jemisin uit 2015, zwarte vrouwelijke Amerikaanse auteur, onderdeel van de Gebroken Aarde trilogie. Nou, deze trilogie over een wereld die om de zoveel tijd vergaat en over de mensen en de cultuur, die een cultuur hebben ontwikkeld om daarmee om te gaan, die heeft echt alles wat je wil in een hele goede fantasy, geweldige karakters, sterke politiek, magie, strijd, verwondering, sci-fi, stomende seks, tot aan het opkomen tegen onderdrukking. Nou, als serie dan natuurlijk The Expanse. Een boekenserie van 9 fenomenale boeken en 6 seizoenen gouden tv. Ook wel The Wire in Space genoemd. De wereld van The Expanse speelt zich af in de nabije toekomst. De mens heerst alleen in het zonnestelsel. Er is een VN-achtige aarde en het militaristische Mars die zit in een soort koude oorlog met elkaar. Terwijl de bevolking die werkt en leeft in de asteroïdengordels aan de rand van het zonnestelsel, de zogenaamde belters, die worden enorm onderdrukt en uitgebuit. En door het verschil in zwaartekracht en het feit dat zij daar zijn opgegroeid, kunnen die belters ook eigenlijk helemaal niet meer naar aarde of Mars terug. Hun cultuur, hun taal en hun opstand van die belters, dat is echt magistraal. Wel, Belauwe kijk. Nou, er zijn vluchtelingen, terroristen, vrijheidsstrijders, bedrijven die alleen maar voor de winst gaan, corrupte politici, en een systeem dat crisis alleen maar versterkt in plaats van oplost. En dan komt de protomolecuul er nog bij. Nou, ik zou een uur vol kunnen praten alleen deze serie en de liefde daarvoor, maar ik hou het hierbij. Een van de allerbeste films ooit, en toevallig ook nog een science fiction film, is deze film. Children of Men uit 2006. In een niet zo hele verre toekomst kunnen mensen geen kinderen meer krijgen. En hoe ziet die wereld er dan uit? He, wat zou er gebeuren als iemand in één keer weer zwanger is bijvoorbeeld? Nou, die wereld is gigantisch politiek die wordt neergezet. Vluchtelingen, dichte grenzen, geweld. Maar er zijn ook activisten en er is hoop. Laten we de beginscène van deze film kijken. The Homeland Security Bill is ratified. After 8 years, British borders will remain closed. The deportation of illegal immigrants will continue. Good morning, our lead story. The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. Baby Diego was stabbed outside a bar in Buenos Aires after refusing to sign an autograph. Witnesses at the scene say that Diego spat in the face of a fan who asked for an autograph. He was killed in the ensuing brawl. The fan was later beaten to death by the angry crowd. Born in 2009, the son of Marcelo and Silvio Ricardo, working-class couple from Mendoza, he struggled all his life with the celebrity status thrust upon him as the world's youngest person. Diego Ricardo, the youngest person on the planet, was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours,2006 dus, deze film, maar echt, het is zo ongelooflijk actueel. The Homeland Security. Oké, nou, ik heb hem al plat.
Het spel natuurlijk, het computerspel, der computerspellen, Disco Elysium uit 2019, heeft eigenlijk geen echte gelijk. Deze roleplaying game is zo mooi, zo goed, zo diepgaand, ook psychologisch, zo grappig, treurig en zo gigantisch politiek. Als je socialist bent en je houdt van games, dan moet je hem eigenlijk spelen. Je kunt er niet omheen. En als je hem gaat spelen, dan ga je natuurlijk voor de full communist mode. En dat zit er echt in en het is echt... Als allerlaatste het fenomenale Blade Runner uit 1982 van Ridley Scott. Op basis van het boek van de magnifieke Philip K. Dick. Het gaat over replicants, over androïden in een wereld die langzaam sterft en waar het altijd donker is en regent en er geen kinderen te zien zijn. Maar het gaat ook over de Tyrell Corporation, die alleen aan winst maken denkt en die nieuwe slaven gemaakt heeft. Het gaat over menselijkheid en over wat ons tot mensen maakt. En het gaat over tragische, tot slaafgemaakte androïden die aan opstand komen en over hun verlangens en wensen en dromen. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Dat was het.